Ik ga jullie vertellen dadelijk wie Rowena is en waarom. Dus ik ga gauw daarheen en dan zie ik jullie als ik bij Rowena ben. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Misschien hoor je het al. Wij zijn aan het bowlen en we zijn lekker met uitje met de dijkrakkers. Gezellig, dus tijd voor het zwembadje. Lekker bowlen. Doei! Oké, lekker! Ja, dan zijn we weer. We zijn klaar met bowlen en was zeker, maar dan ook zeker geslaagd. Super gezellig weer om met iedereen zo even weg geweest te zijn. Het seizoen gaat ook weer beginnen. We gaan weer beginnen met bouwen. Dus dat gaat weer leuk worden. Ik ben benieuwd wat dit jaar geworden met de carnavalswagen. En mensen nou niet gaan zeggen van ja, Bonix, je mag niet vloggen tijdens het rijden. Ik sta in de file. Ik sta in de file, dus nou mag het. Nou kan ik er nog opletten, dus dat komt goed, komt goed. Ik ben nu onderweg naar Breda. Ik ga Rowena ophalen van school. En ik ga jullie vertellen dadelijk wie Rowena is en waarom. Dus ik ga gauw daarheen en dan zie ik jullie als ik bij Rowena ben. Nou, daar zijn we en zoals ik al zei, ik ging Rowena ophalen en Rowena is er. Met mijn camera. Ja, want jij hebt je camera bij en waarom ben jij bij mij? Nou, leg dat eens uit en mee kijken. Dus wij gaan trouwens even de Sarah in. De Sarah in, want we gaan even kopen. Maar wat ik dus doe is vloggen, net als Marnix. Ja. Maar ik heb dus een nieuw concept bedacht dat ik dus bij mensen thuis ga vloggen. En met hun een dagje meedraaien. En hij doet natuurlijk vloggen, hij doet draaien. Dat is super tof. Ja. En dan ga ik gewoon een dagje meelopen. Gaan we gewoon kijken wat hij allemaal gaat doen en zo. Ja, dan gaan we die kant op. Dat is goed. Dus ja, dat is super chill. Ja, oh, ik hou je ook zo lekker dus professioneel uit beeld. Ik ben hoe Marnix dit allemaal aan kan pakken. Ja, en wat... oh, kwam een muur aan, jongens, sorry. We staan op de roltrap. En wat ook leuk is, ik ga denk ook zelf zo min mogelijk filmen van vandaag. Ja. Draaien ga ik sowieso filmen, dat komt in de vlog. Maar wat er nog meer bij komt kijken, wat Rowena dus gaat doen, dat mag jij gaan kijken in de video. Dank je. Ik wil zeggen, dan mag je dus gaan kijken in de vlog van Rowena. Dus beneden in de beschrijving gooi ik even een linkje van Rowena de kanaal. Kijk even op dat kanaaltje en vergeet ook niet even te abonneren bij Rowena. En we lopen nu in de kinderafdeling van Sarah en ik vind het zo leuk. Hallo mensen, zijn we weer. We hebben wat stukjes opgenomen van Rowena en dat gaat wel leuk worden. En wij zijn nu dus bij het feestje. Alleen, waarom kunnen we niet naar binnen? Waar moeten we heen? Ik weet niet waar we heen moeten. Ik denk, oh wacht, ze hebben de ingang denk ik veranderd. Ieder jaar is namelijk de ingang hier zo. Maar volgens mij staat hij nou aan de zijkant. Dus we gaan denk ik langs de zijkant. Ik heb echt geen idee. Oh, we moeten daar langs. Ik zie het al. Oh, ik heb het gevonden. Ja, het zit nou aan de zijkant. En ik dacht dat het altijd aan de voorkant was, maar we zitten nu goed. Jongens, ik ben zo blij! Ja, waarom ben je blij? Vertel het ook aan mijn kijkers. Ik ben door naar de BNN Fire Academy en ik mag auditie komen doen. Ja, Rowena heeft zich opgegeven dus voor BNN en ze is gewoon door, dus ze mag auditie gaan doen. Ik ben gewoon door, dus ik ga straks auditie doen en ik kom vast voor BNN. Hey. Ik ben trots op je hoor. Ja, ik ook heel trots op mezelf. Oh. Nou mensen, we zijn er, dus tot zo. Goedenavond. Hoi. Hallo mensen, daar zijn we weer en welkom bij dit heerlijk, maar dan ook heerlijk weertje. We zijn weer 2 dagen verder en
De boeking was zeer geslaagd. Helaas moest ik wel precies draaien het stukje dat Feyenoord moest voetballen. Dus iedereen was heel erg gefocust op de schermen met voetbal natuurlijk. Dus echt een feestje was het niet, maar het was wel super, maar ook echt super gezellig. Ik ben ook helemaal vergeten om nog te filmen met Polska en met Paul Elstak. Ik heb een hele tijd met Rowena gewoon backstage gezeten met die gasten. Gewoon heerlijk gechilled en zulke toffe gasten zijn het. Polska heb ik al eens vaker mee opgetreden, althans op dezelfde boeking gestaan en ook daarmee gechilled. Polska is echt super, maar dan ook super relaxed. Super gast. Gezellig, ik ga mijn brilletje af jongens. Dit is wat netter. En het was ook weer super leuk om Rowena weer gezien te hebben. Want het is volgens mij iets van 10 maanden geleden dat ik Rowena gezien heb. Rowena doet ook heel veel met stage in het buitenland voor school en andere dingen. Dus volgens mij 10 maanden geleden. Dus Rowena, als je het ziet, super dank voor de gezellige dag. En moeten we snel weer doen. Was echt super leuk. Was echt super leuk. En jullie zien het denk ik alweer wel. Met dit mooi weertje kan ik het niet laten om visjes te gaan spotten, jongens. Ik denk namelijk dat ik ook eerder aan de waterkant ga belanden dan dat ik in mijn hoofd heb. Ik denk dat we het heel snel in de vlog voorbij gaan komen, jongens. Dus ik ga even gauw wat stekjes af. We gaan even een beetje kijken waar de vis zit. En dan hoop ik dat we zo snel mogelijk aan de waterkant gaan zitten. Dus ik zeg even tot zo en ik ga even gauw wat plekjes zoeken en ik hou jullie op de hoogte. Ik zit hier nu al een tijdje op een van mijn favoriete plekjes. En ik moet zeggen, er zit wel allemaal beweging. Echt net sprong er ook eentje. Kijk, dit is serieus een van mijn favoriete plekjes, jongens. Niet normaal ruig dit plekje. Super mooi. En met dit weer is er vaak ook echt super veel activiteit op dit plekje. Zoals nu ook dus. Dus ik ga dit plekje onthouden. Misschien dat ik hier binnenkort dan wel een nachtje ga zitten. Daar ook. Er zit elke keer daar halverwege het midden. Halverwege het midden. Klopt eigenlijk niet. Elke keer, kijk, daar gaat weer wat. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Er zit heel de tijd wel boven. Net sprong er ook gewoon eentje. Dus dit is al een goed teken. Ik ga nog even een stukje naar achter en dan gaan we daar nog even checken. En dan zien we het wel. We gaan even achter kijken. Bij Checks in het Wild. Een tijdje geleden dat we hier waren. Vorige keer waren we op een boot. Hadden we van die Schotse hooglanders. Weet je niet waar ik het over heb? Hij komt nu in beeld. Hier hebben we het i'tje. Klik even op het i'tje. Dan zie je de Checks Wilde Avonturen deel 1. Met de Schotse hooglanders. Waren zeer gevaarlijk. Wij gaan nu hier naar beneden. Altijd oppassen. Eens kijken of we dichter bij de karpers kunnen komen. Denk het wel. Zeer gevaarlijk dit. Dus doe het niet thuis na. Oké, we zijn er. En als we nu heel zachtjes hier naartoe gaan lopen, denk ik dat ze er nog wel zijn. Oké, even serieus weer jongens. Was even leuk om even zo te doen, maar we gaan het niet te lang weer doen. Van de vorige keer was het wel leuk, want toen was het ook echt gewoon grappig. Maar ik zit hier nu heel even een tijdje. Ik zal hem eens even een beetje zo houden. Als we gewoon even een tijdje zo wachten, zou je misschien wel wat bewegingen in het water gaan zien. Want we zitten er wel, kijk. Oké, daar zitten ze alle twee. Echt jongens, dit is zo leuk hè. Als ik wil kan ik hier echt gewoon uren zitten om gewoon te kijken wat ze doen, waar ze naartoe gaan en weet ik het allemaal wat. Ik wacht nog heel even, kijk of ze iets dichterbij willen komen voor jullie ook nog. En anders gaan we het opgeven voor vandaag. Oké jongens, ik ben verkast. Ik zit nou wat hoger op, dus ik kan ook wat harder praten nu. Maar kijk eens wat ik heb gevonden. Wauw, het zijn er gewoon 4 bij elkaar hè. Het zijn volgens mij nog best wel leuk ook. Echt waar mensen, hoe gaaf is dit? Ik vind het zo gaaf. Het zit nu echt best wel dicht langs de kant. Maar deze heeft het begeven. Accu is leeg. Dus ik zit nu met mijn kleine compact camera. Ik zal het nog heel even proberen, want het zit nu echt heel dichtbij. Kijk, daar zijn ze. Wauw, kijk dan. Dit zijn hele mooie hoor.
En daar... Oh, wacht. Misschien moet ik eerst uitzoomen. Misschien moet ik eerst even uitzoomen. Hi. Hi, daar zijn we weer. En daarom is dit dus zo vet, jongens. Daarom is dit zo een mooie hobby om weer te gaan oppakken. Oké, nou gewoon eindelijk weer mijn karpertje heb gezien, heb ik gewoon nog meer zin om te gaan vissen. Ik ga het niet... Oeh, zo. Hier gaan er ook nog 3, 4. 1. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Let op. Ja, dit ga ik jullie gewoon laten zien. Het zijn er 6. Kijk dan. Dit is bizar. Oké, mensen. Wat ik wilde zeggen. Ik ga gewoon niet beloven hoe snel dat ik natuurlijk de vlog online kom met karpervissen. Maar ik denk dat die gewoon nou echt super snel gaat komen. Ik moet nog even een paar dingen kijken. Want ik heb toen eigenlijk wat dingetjes verkocht. Dus ik moet nog wat dingen terughalen. Maar nou ik dit allemaal weet. We gaan kijken hoe snel het gaat kunnen en alles. En dan hoop ik jullie zo snel mogelijk hier weer bij het waterkantje te zien. Nu heb ik er echt zin in. Ik ga nou ook even gaan naar huis toe, even eten. En dan wordt het tijd om deze vlog te gaan editen. Dus dat betekent, hij zit er weer op voor deze keer. Dus mensen, onwijs bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Beloond alsjeblieft met een blauw duimpje omhoog. Blauw duimpje omhoog. Volle handen, jongens. Ben jij nieuw hier en wil je mij volgen? Dat mag zeker. Druk dan op dat abonneerknopje beneden en join the Chexy Army. Super bedankt voor het kijken. Ik zie je weer heel erg snel bij een nieuwe. Oh wacht, hier gaan we even de spullen voor wegleggen. Ik check jullie later. Peace!